allemaal aan u kijkt en u luistert naar WOTV van de Wiekense Omroep. En wij gaan live verslag brengen van de carnavalsoptocht hier in Wiegen. En enkele wagens in het begin zijn natuurlijk de wagens van het urnenkabinet. Die hebben ook geen startnummer. Jawel, die hebben wel startnummer. Volgens ons papiertje wel. Die beginnen natuurlijk met 1, 2, 3, maar die hebben geen startnummer ten aanzien van de prijs. En kijk. Daar komt beweging in. Daar komt de eerste. Als ik naar een cafeetje ga, is er meteen plezier. Ik steek mijn handen in de lucht en roep. En dat zijn dus inderdaad de neutenkrakers. Mijn schildpad is nog sneller, dus ga maar eens aan de kant. Ik loop dwars door een zandkasteel als een dolle stier. En als het goed is, lopen die als foute gardeofficieren mee. Ja. Dus die bewaken zijn ook altijd pension. Wat mensen van het washuksgebij. Die vinden het prachtig om als agent hier op straat te lopen. Ja. Oh ja, vooraan lopen ze. En onze burgemeester gaat ze verwelkomen. Ja. En Rob Engels staat er ook. Vanouds, de neutenkrakers uit Alverna. En u kijkt naar een live verslag van de Wiekense Reut bij de Wiekense Omroep bij Wiegen TV. Ja. Wiekense Omroep TV. Alle sponsors komen voorbij. Ja, die zijn ook hard nodig. Dan hebben we nog een klein autootje ertussen zitten, maar dat kan ik niet helemaal goed volgen. Nee, ik zit even te kijken. De jeugdprinses, denk ik, of niet? Ja, of de groep GSBK. Zie, Saranke. Dat is de auto alleen, hè? Het is niet de. Die komt straks nog ergens op. Staat op de wagen? Ja, op de wagen. Dit is de jeugdprinses. Een mooie dame, een geweldig feest kan vieren. Met haar. Met haar paasjes, hè? Paasje, hè? Beide 17 jaar, hebben ze mij verteld. Ja. Saranke en Mirte. Prinsenwagen van prins John de Tweede. Ja. Tegenwoordig zijn ze vooraan in de optocht, zodat ze op de markt het défilé af kunnen nemen van de wagens. Eens kijken wat het foute jaar brengt.
En ook de grootste urn staat op de Prinsenwagen. De grootste urn die vanmorgen is uitgereikt op het kasteel van het Urnenrijk. En die is gegaan naar Voetbal Plus. Ik weet niks van voetbal, Gerry. Wat is Voetbal Plus? Nou, het is gehandicapte voetbal, hè. Geen voetbal noemen ze dat ook wel. En het was hartstikke leuk om... Hoe heette die jongen ook weer? Koen? Ja, Koen nam de grote urn in ontvangst. En ja, dat was gewoon superleuk. Daar staat hij, kleine Koen. Rechts. Oh, hij gaat net het beeld uit. Pension staat druk te zwaaien. Willem tweede. Als hij gewild had, had hij ook de eerste kunnen zijn. Maar ja, had hij een paar jaar eerder ja moeten zeggen. Of hij is niet eerder gevraagd. Nee. Ik heb geen idee. Maar goed, het is wel zo. Hij is het wel. En tot op heden toe geniet hij een volle teugen. En hij heeft een goede grootste urn gekozen. Want ja. Gehandicapte voetbal. Ja. Het is geweldig als die mensen mee kunnen doen. En de trainer van hem is in dat blauw-witte pak wat op de Prinsenwagen zit. Beeld van de Prinsengroep zo. Prins John den Tweede met adjudante Albert en Frank. Frank Spanjaard, Albert van Drunt, adjudante. En zijn pages zijn Lize van Drunt en Merel Hol. Dus het blijft een beetje in de familie ja, daar. Family, ja, family. Ja. Ja, leuk toch? Hè? Zeker weten. En ook zij hebben de vlag van het Urnenrijk bij zich. Brandweerauto, maar het is we het weten niet. Het ook niet zeker, hè? Nee. We hebben natuurlijk ook nog een het Kumhoe, CV het Kumhoe, carnavalsvereniging het Kumhoe. Het is wel veel blauw-wit. Dit is de Woezik. Dit is het. Dit is de grote urn. Ja. Dit is de Woezik. Kijk maar, daar staan ze allemaal op. De jongens en meisjes, begeleiders van Woezik G voetbal. Die hebben dus hun eigen wagen ja, nog even gauw geversierd. Dat was vanmorgen nog niet bekend. Ja, wel, dat zeiden ze vanmorgen. Nou schieten we te binnen. Dat, okay. Hadden ze... Het staat niet op onze lijst. Nee, het staat niet op onze lijst. Maakt niet uit, maar... Leuk, echt leuk. Ja. De sponsors werden nog bedankt voor deze wagen. Heel veel blauw en wit van de Woezik. Woezik 1 doet het ook goed. Ze staan bovenaan ongeslagen. Misschien dat het G-voetbal ook een keer zo ver komt. En hier achter de bus van onze prins die overal naartoe vervoerd wordt. Komen ze aan de voetballers, de Rownies en Downies. Geweldig. Ja.
Als je dadelijk begin juni ziet, de J-Olympics, die worden hier in Wijchen gehouden, in Nijmegen gehouden. Hier in Wijchen gaan ze voetballen op het sportterrein van de Muziek en ze gaan paardrijden bij de familie Derks. Ja, dat wordt een groot evenement waar ook wij bij zullen zijn. Sportclub Woezik. Hoogtijden in de Woezik natuurlijk, hè? Ja, de bus van Prins John, de eerste trekt, Son, de tweede trekt voorbij. Diverse loopgroepen in de optocht, zoals straks al gezegd, meer dan 50. Maar deze wagen is nummer 39. De bende van ellende. Ja, die doen al jaren mee. Ja, en ze zien er nog steeds niet ellendig uit. Voor de 23e keer doen ze mee en ze bestaan 22 jaar. En ze hebben een prins uitgeroepen, hè? Prins Spons, hij staat er bovenin. Ik zie hem zwaaien. Leuk. Een prinsenwagen. Zie Spons. Prins Spons 2016. Plezier hebben ze. Jaren doen ze mee, kijk dan. Kijk. Ja, ik zie het ook. Ja. 7-6. 2007, 2006. Ja, de bende van de ellende. Volgens mij ontstaan in Alverna, maar dat weet ik niet zeker. Kijk, en hier is een prachtige kroon. Ook weer van de loopgroepen. Mooie pakken. Dit is de 18e. De gold. Ze zijn niet fout, staat erop. Nee, nou, dat zijn de goldingers. Ze lopen al enkele jaren mee. Het is een combinatie van Alvernezen en Wijchenaren. En de groep bestaat uit heel veel mensen. En bijna alles ging fout, maar ze gaan voor goud. Ja, dat is ook een motto. Toch? Ja, doen wij ook. Ja, absoluut. Ze hebben de bellen er ook aan hangen. Er wel wat enkele bekenden tussen, zo te zien. Nou, dat kon ik net niet goed zien, maar volgens mij zijn dat de foute prinsen, die twee. Dat zou kunnen. Ja. Ik was ook nog naar Jannie en Twanny aan het zoeken, maar de Kels en de Vollies. Dat is volgens mij een hele nieuwe groep is dat, volgens mij. En, nummer 26 zitten we. Ja. De Kels en de Vrollies. Ja. Jezus was slecht. Oei. Doen voor de eerste keer mee. Ik zei het al, een hele nieuwe groep. Ja. Nee, hier hebben we de foute prins, of niet? Nee. Ik dacht eventjes dat het... Friet zonder station. Rob en Rob natuurlijk. Ja. Deze is goed. Ja, dat kan natuurlijk, hè? Ja. Daar hadden ze vanmorgen ook wat grapjes over... Ja. Komt ook naar aanleiding van de uitzendingen die als Wijchense Omroep hebben uitgezonden met Menno Poels. Ja. Hier hebben we dus ook Stationsfriet. Hier rijdt er een grote wagen bij met een prachtige pop. Ja, en natuurlijk geef zoiets aandacht in de optocht. En er wordt echte friet uitgereikt.
Zou ze die ook bakken op de wagen? Dan had ik even. Ik heb geen idee. Jawel, kijk ja, eens. Dat wordt jawel. Gebakken. Ja. Wat jammer dat wij binnen zitten. Ja, helaas wel. Maar goed, dan maken we straks misschien wel goed ergens links en rechts. Ja, het zal best iets warms komen. Kijk. Weer. Het ging weer over Rob's Place. Ja. Ik denk dat die frietwagen erbij hoorde. Dat is een kijk, want daar loopt nog iemand met een friettoetje. Ja. Dat hoort er helemaal bij. Ja. Grote groep dan. De fouten, 111. Het is vader en zoon. Die hebben een foute disjockey, discotheek of zoiets. Kijk, jong en oud. Het lijkt me ook geweldig om dat samen te kunnen doen, hè? Vader en zoon. Ja, en ze hebben er allebei plezier in, zo te zien. Dit is onze Gijs. Ik kom een neftrik, hè? Gijs van Wijk, die vorig jaar als pater trouwde met Lilian. Iets wat eigenlijk niet kon volgens het celibaat, maar hij deed het wel. Hij kon het niet laten zijn. En hier hebben we het Nederlands elftal. Want die zijn ook helemaal fout dit jaar. Ja, dat ging niet goed. Nee. Dat is lekker lopen. Ze mikken op Sochi. En dat is inderdaad de voetballer of de Olympische Spelen. Olympische Spelen, ja. Nou, die doen ook al jaren mee, zie ik hier. Sinds 1997 al. Nou, ja. Lekker lopen dus. Klopt ook nog. Ze proberen elk jaar weer iets interactiefs te doen. Nou, dat hebben ze nu ook gedaan. Ze betrekken het publiek bij hun act. Scheidsrechters hierbij. Ik moet wel zeggen dat ze allemaal dezelfde shirtjes aan hebben. Dus tegen wie voetballen ze nou eigenlijk? Ja. Goed. Dat is ook fout. Hartstikke. En we gaan langs maar het beeld. En we gaan naar de volgende groep. Ook in het oranje zie ik. Lijkt nog wel of die erbij hoort, maar het hoeft natuurlijk niet. Er lijkt wel Benny Joling van normaal die hier vooraan loopt. God, zou die nog de Wiegse Rijks optocht bezoeken? Ja, mijn opa doet normaal. Ja, dan moet hij dus ook zijn. Dat is weer van die reclame, hè? Niet normaal toch? Ja. Hè? Van een bekende bank. Ja, dat weet ik niet. Vrouw Antje. Wie had dat gedacht? Ja. Het klopt wel. Dat is de groep die hier voorbij gaat. 10 jaar jonge Wiegse carnavalsgroep. Het bestaat uit 7 jongens. Het lukt wel. Het lukt wel. En ze hebben het inderdaad over vrouw Antje. Want vrouw Antje is nu prins van het Urnerijk. Ja. Dit zijn de carnavalsvereniging de Blauwkoppen. Is dat nog steeds met Maartje? Ja, hè? Ja. Toch? Ja. Blauwkop hebben maar wat kinderen op de wagen gezet om toch hun toekomst te verzekeren, denk ik. Kijk, en daar hebben we onze collega Geert. Ja. Hij zwaait nog eens naar ons. Ik
Blauwkop een van de oudste carnavalsverenigingen, ja. Samen met de Woezekotten. Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Vorig jaar 55 jaar bestaan volgens mij, evenals de Woezekotten. Ja. De Foute Disco. Nog wat LP'tjes aan de zijkanten opgehangen. Ach, ach, dat snuitje. Wat hebben we nou aan de fiets hangen? Ja, het zijn eerste fietsen die langskomen. Met een volgwagen. Dat is de bezemwagen. Ja, nee, dat is denk ik een ploegwagen. Oh, een ploegleiderswagen, kijk, zie. Ja. Maar die zit nog makkelijk op zijn tuinmachine. Moet startkabels eraan of... Ik geloof niet dat ze de Giro gaan winnen, deze nee. Jongens. Ik geloof het niet. Koning. Komt ook dit jaar in Wijchen, de Giro. Ja, rond mei, hè? 7 mei. Ja, dat zou kunnen. Een aantal grote evenementen dit jaar in Wijchen, waar wij ook verslag van gaan doen als Wijchense Omroep. Koning Karel ook, hè? Is het Wanne Kroom? Wanne Kroom komt eraan, ja. Ja, ja, ik kon het niet goed zien. Koning, Wanne Kroom koning. Even kijken wie daar de koning van is. Oh, dat is Jeroen Jansen, alias De Snelle. Ja, Wanne Kroom. Vriendengroep die al 13 jaar bestaat. En ze huizen in het Arendnest hier in de Kasteelaan in Wijchen, of Sterrenbosweg kan het wel zijn. En ze duwen de kaars zelf voort. Dat is ook nog energiezuinig. De dames komen er rustig achteraan. Los, lollig. Dit jaar geen WK voor het Nederlands aan. Dan maar. Vrouw Antje staat schaakmat. Ja, het mooiste is dat ze alles zelf hebben gemaakt. Hè? Van schaakbord tot aan de pakken toe. Dat is toch een complimentje? Ja, het ziet er ontzettend mooi uit. Ja, het zijn er nogal wat. Hoor. Even kijken. Hè. Met een man of 15 zijn ze, denk ik. Ja. Ja. Ja, dan kun je dat ook doen, hè? Ja. Oh, Mario en Vera Spanjaas, die willen ze bedanken voor hun overheerlijke lunch. En Joke, een of andere Joke, voor de geweldige pakken. Nou, bij deze gedaan. Toch? Ja, zeker weten. Ja. De pakken zijn geweldig. Ja, loslollig. Die moeten we even onthouden voor de prijsuitreiking, denk ik. Zo, okay. Mooie kronen. En ze staan nog lang niet schaakmat. Toch is aardig wat volk op de been onderhand gekomen, eigenlijk. Ja, ja, toch wel. Ik keek eerst leeg hier in het kasteel aan, maar ja. Nu je dit zo ziet... Mensen wachten meestal even het weer af, hè? Ja. Ja. Nou, daar hebben we niks over te klagen, want ze gaven nogal wat aan. Nee. Eens even kijken wat er nu aankomt, Annie. Goed fout, ja, inderdaad, jongen. Even wachten.
Zijn Chinezen. Ja. Maar waar ze nu bij horen, Gerry? Ja, bij die auto. Die wagen. Ja. Daar zijn ze weer. Carnavalsgroep, Zipje en Zopie. Zipje en Zopie. Ja, daar gaat ie. Ja, we gaan eens kijken. Zipje en Zopie. Het mag niet uit een broodje bout. Als je maar goed bouwt, je moet bouwen, mens. Zipje en Zopie. Het is een vriendengroep en hij bestaat al sinds 2000. Ja, daar zijn we. Op de kasteelbaan deze middag. Als je dat de hele tijd volhoudt, dat goeiemiddag, dan mag je dat nog wel een keer of dicht zeggen. Ja. Zippy en Zopie. Vriendengroep bestaat sinds 2000. Prins en foute prins. Dit zijn de foute prinsen. Yes. Het zijn twee ex-prinsen van Wiege. Jeugdprinsen volgens mij. Eén jeugdprins weet ik zeker, want die heb ik vandaag gesproken. Die andere dus niet. Maar. Goed, de kruikenlurkers. Waar komen die vandaan dan? Ik zal eens kijken. Ze hebben een wagen gebouwd. En met deze schoolpak halen we de eisen van het milieu met gemak. Ja, dat slaat natuurlijk weer op die auto, weet je wel. Ja. Die autofabriek daar in Duitsland. De kruikenlurkers. Ze doen dit jaar trouwens voor de eerste keer mee als loopgroep. Dat is natuurlijk, anders hebben ze altijd te maken en nu is het een loopgroep. En het gaat over die beruchte auto die hiervoor staat. Een foutjaar. Foute auto? Ik weet het niet. Volgens milieu wel, hè? Ja. Volgens milieu is het heel fout. Nou ja, fout. Ze zijn niet zo schoon als ze gezegd hebben. Nee, ja. Goed fout. Ja. Ik heb ook geen idee. Ach. Laten we daar dus met deze carnavalsoptocht maar niet druk over maken. Het gaat nu om de leut en de lol en wat de mensen ervan gemaakt hebben. En dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien. Even een kaartje voor de camera gehouden. Dat we het zeker goed kunnen lezen. Maar dat pakt er iets anders uit. We gaan springen, Annie. Ik zie het. Is niet mijn sterkste kant, Gerry. Nee? Nee. Kijk. Ah, nou. Ja. En dan komt nou de volgende. En dan met z'n tweeën. Het gaat mis. Kan niet altijd goed gaan. Hè. Fouten, ja, mag het. Ja. Oh, met z'n drieën, zie je. Ja, ze willen de burgemeester denk ik hebben onder het touw, maar die blijft toch maar verstandig op de podium wagen. Ik kan me even iets meer voorstellen, ja. Ze doet het goed. Vroeger zag je dit altijd op straat, ja. Annie. Maar tegenwoordig hebben kinderen andere spelletjes. Met zo'n beeldscherm en zo.
en ze draaien. Dan doen ze dat in de sportschool. Hè? Oh ja. Mag niemand het zien. Nee, valt het onder de sport in de sportschool. Ja. Kijk. Twee en nummer drie nog. Kom maar, ja. Ja. Hoe dan ook, Gerrie, ze kunnen het wel. Ja. Ze zijn ook iets jonger als wij zijn, Annie. Hè? Ja, kunnen stellen. Als ze zo de hele kasteel aan afgaan, Gerrie. Ja, dan hebben ze conditie genoeg opgebouwd vandaag. Foot Fit heette deze groep trouwens. De fitnessclub, ja. Ja, zie je. Foutfit. Zo moet ik het zeggen. Ik zei foodfit, maar het is foutfit. Tuurlijk foutfit. Allerleukste fitnessclub voor foute geklede mensen. Nou, kunt u lid van worden. Foutfit. Je wilt het zo graag in het Engels, maar ja, laat het maar niet. Even kijken, waar gaan we nu naartoe? We gaan naar CV De WC volgens mij. Ja, de Woezekse Chicks zijn dit. You Never Walk Alone is hun thema. En dat doen ze dan ook niet, want ze lopen met z'n allen. Een stukje muziek erbij. You Never Walk Alone. Oh, Walk Alone. Dit gaat om eten, Gerrie, om wokken. Ja. Het zijn allemaal Chinese dames. Tenminste, daarvoor moeten ze doorgaan. Het is kleurig gekleed. We gaan naar de samba band uit Alverna. Ja. De kleding is het thema van de samba band. Salsa. Samba. Is de samba band van Alverna? Ja, volgens mij wel. Kijk, hier staat ze. In het roze. Vandaar die kleding is het thema roze. En eentje had ik een roze overhemd, die ging in blauw. Wat je met de petrommels al niet kan, hè? Ja. Toch? Klinkt lekker. Ja, dat klinkt goed, joh. Dat is echt een kunst. Ja. Vissen achter het net, Annie. Ja. Dit is jeugd. Ja. CV De Broyers zijn dit, Annie. Ja. Wij vissen achter het net, zeggen ze dan. Kleinschalige carnavalsvereniging uit de familiekring. Ze hebben diverse optochten en in een garagebox wordt de wagen gebouwd. Nou, dat moet een flinke garagebox zijn, zo te zien. Volgens mij is het dan de Wiegen Noord. Daar hebben ze een paar garageboxen. Oh, oké. Okay. Ja. Dat moet er zijn natuurlijk allemaal maar wagentjes achter elkaar. Ja. Maar die grote poppen, dat... Ja. Nou, mooi gemaakt hoor. Echt. Ja, er is een beetje aandacht aan besteed. We gaan weer opmaken naar de volgende. De Moorsprüvels of zo? Ja, de Moorsprüvels. Die moet jij kennen, Annie. Die ken ik helemaal. Ja, dat dacht ik al. Gisteren een groot Moorsprüvelsbal gehad. Oh ja? Ja. Waar ook onze prins uit Wiegen natuurlijk ontvangen werd. Ja. Inclusief de burgemeester en de wethouders. Ja, geen gesjoemel in de bloemencorso staat erbij. Maar dan moeten we wel wat dichterbij komen, want dan kunnen we zien of ze gesjoemeld hebben of niet.
heeft ook te maken op die wagen die er dadelijk achteraan komt, hè? Dat zal wel. Het zal dadelijk wel duidelijk worden. Ja. Dus een beetje voorkennis. Ik zie hier dat de wagen wordt gebouwd. En dat Wim van der Wielen, jou wel bekend. Jazeker. En Pieter Berends. Ook. Die trekken de kar bij het bouwen van deze wagen. Ja, dat is gewoon een bouwcommissie, hè? En die groept de hele groep. Ik zie hier nou wel dat hier Martine Spijker ervoor heeft gezorgd dat heel Neftrek vele avonden duizenden bloemen en kleding hebben gemaakt voor de carnavalswagen. Dus het is eigenlijk een dorpsprestatie. Het is een dorpsprestatie geweest. We hebben 6 avonden aan één stuk. Van 7 tot 10 uur. Allerlei mensen bloemen gemaakt. En ik dacht iedere keer, nou ga ik vanavond ook bloemen maken. Maar ja, was er iets bij de Wiegers Omroep. Ja, dat kan je wel hebben. En dan gaat het weer niet door. Maar het is gewoon een groot compliment. Want het hele dorp doet het met z'n allen. En dat is natuurlijk bij ons geen uitzondering, want dat is in Batenburg, dat is in Herne. En dat is in al die kleine kernen en ook in de kernen van Wiegen. Is dit nou heel Neftrek wat er loopt, Annie? Of, Laten we het hebben over de helft. Ja, eerlijk? Ja. Dat is maar een grapje. Neftrek heeft een 450 inwoners. En er zijn 116 leden van de carnavalsvereniging, de Malsprevers. Ik ben namens Sjaaltje. En daar staan natuurlijk de gezinnen achter. Hè? Ja, ja. En gisteravond is 116 zijn er nu opgegeven. Dat is Fik Lepers. Ja, die ken ik ook. Een tweede prijs in Zundert. Ja, en dat is Willem. Ja. Kijk, en hier aan. Komt onze auto aan. Deze is wel milieuvriendelijk. Super toch, hè? Ja, mooi gemaakt. Ja. En het bloemencorso in Tiel zou die straks niet CO2 neutraal staat er. Ja. Dan staat er achter fout, maar dat lijkt me toch niet. Kijk, hij gaat omhoog. Wat een bloemenmandjes als die omhoog komt, hè? Oh, die delen ze allemaal uit. Uitreden. Iedereen krijgt een bloemetje. Ja, dat is ook. We hebben in Neftrek dus een grote bloemenhandelaar. Oh ja, ja, die kennen we ook. Flower Frans. Ja. Vele, vele, vele uren handarbeid. Dat is allemaal papier. Dat is allemaal papier. Een soort plastic, want we wouden het niet met kreppapier doen, want op het moment dat het regent blijft er niks voor over. Maar ja. Ja. De controle erachteraan. De NZ'ers. Ja. Een beetje rook is er. Ja, dat hoort ook wel echt bij die wagen. Toch jammer dat er geen snoepjes worden gestrooid, Arnie. Want dat was altijd toch wel een van de leukere dingen. Status is voor, nou een voor beetje, de kinderen. Ja. Ja, 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 ja. We gaan naar F. Oud. Dat komt uit Alverna, dat weet ik. Dat zijn hele bekende voor mij. Oké, nou weet jij ook alles over te vertellen dan? Nou ja, ze wonen vlakbij me, dus dat zal ik wel kunnen. Ja. Dan ga je daar maar mooi doen. Er is een vriendengroep die doen al jaren mee. Ze hebben zelfs nog toen hun kinderen klein waren, liepen die ook mee. Maar die zijn ondertussen groot en die doen zelf mee met de optocht. Dat is de groep Zomer Ontstaan. Zie je wie er allemaal bij zit? Ja, ik zie het. Ja. Ben en Herma van Nuland. Ja. Ja, Riette en Gerard Arts. Anita en Jan Weijers.
Haga en William, Schaven. Ja. Dan hebben we ze gehad, hè? Ja. Rollaters hebben ze in de hand. Rollaters. Ja. Dat is wat anders dan rollaters. Ja. Maar ja, goed, als het maar nut heeft. Kijk, en daar hebben we onze jury. Ja, juryleden. Die hebben ook een zware taak vandaag. Handenvol. Alles kan kapot. Of zoiets stond er. CV, alles kan kapot. Die hebben een hutje gemaakt. Oh, hier staat hij. Een grote OPS, de grote optocht bijwonen. Ja, doen de eerste keer mee, denk ik dan. Ja, want ze willen graag een grotere optocht lopen en dat lijkt in Wijchen ideaal. Ze hebben een boerderij gemaakt en het thema is Holland. De jongens en meisjes uit verschillende dorpen en ze zitten ergens mee. En natuurlijk drinken ze bier, maar wel boven de 18. Ja, ze hebben ook een biertje in de hand. Ja. Bij mij weten, mocht dat eigenlijk niet, hè? Nee. Maar goed, als het maar met mate is. Muziek hebben ze in ieder geval. We dreunen bijna onze bus uit. Valt mee. Ja, dat is gewoon fout. Het hoort bij het thema. Ja. Fout, ja. Niks mis mee. Ondertussen gaat het maar door en door en door. Dan komen een paar holbewoners aan. Hol, ja, waar slaat dat dan weer op? Waar dacht ik zou u? Bijna op de prins zeggen, maar. Ja, het zit er dik in, ja. Dit zijn de carnavalvereniging De Smitjes en Zooi. Holbewoners. Kijk, holbewoners. In het foute jaar. Ja, kan niet missen, toch? Ja. Ze lopen voor de zesde keer mee. Ja, en ook een hele grote vriendengroep, hè? Ja. Dat kun je zien. Heel veel namen. We gaan ze niet allemaal opnoemen, hè? Nee. Dat horen ze toch niet, dus. Want die lopen in de optocht. Ze zien het pas morgen of overmorgen als deze uitzendingen herhaald worden. Ja. Ook mooie pakken, Annie. Ja. Ja. Kijk. En de varkenskop erin, hè? daar hebben we vanmorgen ook al over gehad, over een varkenskop. Ja, wel erg. Die was er ook alweer eens. Ja, dat had met onze burgemeester te maken. Ja. Want dat is het thema van waar hij woont. En dan komt de gierwagen aan. Of niet? Hij is in ieder geval verbouwd. Ja, ze hebben er een stuk vanaf gehaald. Echter is het niet. Nee. Maar wel geweest. Daar zie ik het al. Ja, Jannie. En Twanny. Onze oude prins, hè? Ja. Deze wagen niet om te gieren. Nee, die is niet om te gieren, nee. Wat haalt hij het vandaan? Vorig jaar boter het nog. En nu zitten we in de shit. Dat is ook een leuke. Ja. Altijd hebben die iets. Neef en nicht. Ja, is dat neef en nicht? Dat is neef en nicht, ja. Oké. Ja. We gaan naar het Doet er niet toe. En die hebben een casino gemaakt. Dat is ook heel actueel. In. Ja, heel actueel. Mooi gemaakt trouwens ook. Ja. En ook een grote groep die meedoet. Hè? En we doen ze satéetjes bakken. Ja, drie hatjes, hè. Dan, ja. Dan win je een satéetje. Mooi gemaakt. Ze willen trouwens alle sponsors bedanken voor alle giften die deze carnavalsoptocht mogelijk maken. Fijn dat ze daar ook aan denken, toch? Zeker weten. En zonder Bert sponsoren kom je er niet. Nee, aan Bert en Nel zijn ze ook zeer dankbaar. Want daar krijgen ze de bouwlocatie van deze groep. Het doet er niet toe. 12 volwassenen en 13 kinderen.
Dan even naar het publiek kijken. Een ondergrondje. Ja. Een satéetje heeft hij in de hand, zie. Ja. En dan komt een echte loopwagen aan, zie je dat? Maar dan even kijken. Daar komt hij. Ja, dat is ook weer zo'n enkeling, hè. Ze zijn met z'n tweetjes, als paar, de pot in de hand. Daar is natuurlijk het eerste stukje van onze wagen. De thuiszorg, de mantelzorg. Ja, dat zou kunnen. Er wordt niet echt goed ingezeept. Ik hoop niet dat ze daar met een scheermesje overheen gaat. Want... Hij laat het even aan de burgemeester zien hoe dat werkt hier in Wijchen als je mantelzorger bent. De pot heeft ze ook in de hand, zie je dat? Ja, dat zag ik. Ze is alleen onderin een gat. Of is hij zwart? Nee, ik denk dat er iets anders in zit. Nee, de bedoeling is voor iets anders. Ik zie het. Ja, ze is wel aan het scheren, zie je dat? Ja. Oh jee. Is dat Geert Sanders? Wordt me hier gezegd dat het Geert Sanders is, Annie? Ik heb geen idee. Met Babs Kraai? Ja. Oh ja. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja. Hadden we niet helemaal gezien. Nee. Zo zie je, maar af en toe wordt er een tipje van de sluier opgelicht hier in de regiewagen. De Woze Kotter. Met Sylvia de Nurste. In het foute jaar staat vrouw Antje voor Duitsland klaar. Grootvest Sylvia met zijn gevolg. En natuurlijk jeugdprins Luca met de pages Maud en Naomi. Grote tractor van Jan van Kasteren die ervoor staat. Die elk jaar ook weer de Woze Kotter huisvestigt. Dat is natuurlijk vrouw Aantje. Ja, dat kunnen we wel zien, hè? Yep. Ze puilen eruit. Heb je het nou over de bier, Annie? Of? Laten we het daar maar op houden. Ja. Woze Kotter, waar afgelopen zaterdag was daar Q-Music, foute muziek, of hoe noemen ze dat? Oh, ja. Ja. Dus dat was toepasselijk. De deurslapers. Fout en het is zuur. En Assepoetser pakte de verkeerde koets. Ze doen voor de 11e keer mee en dat is dus voor hun het jubileumjaar. Dus ze hebben feest. Ja. Hier zie je een sponsor achterop staan. Ja, die zijn hard nodig natuurlijk. Hè. Deze grote wagen is een prinsenwagen. Maar van wie? Heel veel jeugd. De pas zit er weer goed in, toch? En ze hebben plezier, daar gaat het erom. En een camera blijft aantrekkelijk. Ja. Hoe gaat het hem? De Moulin Rouge.
keek naar de molen. Ja, weet die groep? Worgutetem. Hin, hè? Mata Hari. Het is een nieuwe musical van Mata Hari die inmiddels van de week van start is gegaan. Een prachtige balletuitvoering. Een stukje van gezien op de tv. Kijk, daar staat ze, de Mata Hari. Ja. Nou. Die benen, ziet u het? Je op je stoelen, toch? Uit Balrooi is de volgende wagen. En we zitten eens even te kijken of we het nummer kunnen vinden. In de drie. Het heeft met everzwijnen te maken, lijkt het wel, ja. Gerry. En ook deze dreunt lekker door. Ja, dat kan je stellen. Ja. Maar ik heb geen idee wie het is. Ik heb het niet kunnen ontdekken. Ja, we hebben hem. CV, bok hem erop. De everzwijnen. Mooie slee met everzwijnen. En ik denk dat hij een Balrooi een prijs heeft gehad. De carnavalsvereniging is opgericht in 2000. 9 aan te bestaan uit 15 personen die elke jaar meehelpen met de wagen bouwen. Die laatste zin is wel goed, hè? Ze doen mee voor de fun en niet voor de prijzen. Vandaar dat ze ook gewoon een biertje drinken en een wijntje zitten, ja. Toch? En de blauwe eikel is er ook. Ja, die gaat nu voorbij. Dat is gewoon een misverstand. Die is echt fout gekleed. De Brooiers. Nee, die hebben we gehad. Wat is dit dan? We hebben het in ieder geval weer over de friet. Mevrouw heeft ook goed naar de zin. Alles staat goed te schudden. Hij moet het vasthouden en anders dan... Gaan alle boksen weg, ja. Nou. De geluidsboxen. Met fout. Ja, we kunnen het niet goed lezen. Ja, naar de opera. Lijkt dit wel op. Ja, dit is de opera. Dat is natuurlijk toch altijd met die loopgroep, hè. Dat is een prachtig initiatief. We hebben heel veel plezier onder elkaar. Het foute orkest is dit, Annie. Aha. Dat is geen opera. Ja, alhoewel. Foute orkest kan alles spelen. Ja, kan alles zijn. Ja.
half om half is dit uit Auvergne. Ze spelen helemaal fout met dit orkest, zeggen ze. Oké, en daar hoort natuurlijk de hele groep die ervoor loopt bij. Ja. Het is geen aparte groep, maar het is half om half. Ja. Drummen. Een trekzakje erbij. Hè? Alles toch bij eraan. Nou. Ja, dan komen ze aan. De supermannen zijn dit. De groep doet al voor de 19e maal mee. Ja. Een vriendengroep uit Auvergne. Bouwen bij de gebroeders Peters aan de Valendrieseweg. Oké. Okay. Al een hele tijd, hè? 19 jaar. 19 jaar. Ja. De Superman. Huisje, boompje. Beestje. Beestje. Maar daar staat feestje. Ze maken er een feest van. Zoals elk jaar. Gezellige club, dat kun je stellen. De Berendonkels, ook uit Auvergne. Ja, de Berendonkels of de Auvergnese carnavalsoptocht die sluit altijd aan bij de Reut van Wiegen, zodat we dus één mooie grote optocht hebben. Van tevoren hebben hun nog hun eigen route in Auvergne. Ja. Begint om 11 uur. 1 uur, sorry. Begint hij om 1 uur? 1 uur en dan daarna komen ze hier naartoe. Ja. Hertog Rick den Erste moet er bovenop staan. Samen met zijn pages Tessa en Debbie. Oh, twee adjudanten heeft hij ook nog. Niels en Joost. Ja, achternamen weet ik niet. Ik kan er wel een paar bij verzinnen, maar... Ach. Laten we maar niet doen. De Berendonkels. Die morgen hebben ze boerenbruiloft, Berendonkels. Dat klopt, morgenmiddag om 12 uur begint dat daar. Ja. En dus dinsdag is dat bij Sterrebos, Ja, en morgenmiddag in Niftrik natuurlijk. Hè. 25 jaar boerenbruidsparen, 25 bruidsparen die in optocht van het Gildeplein richting de Moorsprüverdeel alias de Waaiershof wandelen en daar een groot carnavalsbal, oftewel boerenbruiloftsbal, gaan houden. Dat is altijd, overal zou je opnames willen maken, alleen je kunt niet overal zijn. Nee. Dit prinses Yvonne. Er wordt heftig gezwaaid in ieder geval. Nou, dan wordt er verteld dat dit het einde van de stoet is. Ja, dit is inderdaad Yvonne. Dus ze hebben de reut van 2016 erop zitten, Annie. Is dat zo? Ja, denk ik wel. Toch gaat het sneller, als je zo zit. Ja, als het gezellig is, gaat het altijd snel. Gaat het altijd snel. Ja. Heb je het gezellig gevonden, Gerry? Ja, hoor. Ja. Ja, dat is prima. Nou, ik moet even iemand bedanken, want ik krijg af en toe tipjes binnen zo. Oké. Ja. En ik hou het heel netjes. Ik zeg Henry bedankt, meer zeggen we niet. Prima. Nou, ik vind eigenlijk dat ik iedereen kan bedanken van de Wiegse Omroep om te beginnen. Want zonder meer, dat moeten we zonder ze hebben allemaal, we zijn vanmorgen om een uur of 7:30 begonnen. Ja. Want vergis het u niet, lieve mensen, het is een hele klus om dit live neer te zetten. En ik heb altijd zoiets, we hebben het weer geklaard, Gerry. Ja.
En natuurlijk, er zullen vaak foutjes in zitten, maar we hebben uiteindelijk het foute jaar. En elk foutje, ja, vergeef ons, we hebben ons best gedaan. Zo is het maar net. En ja, we kunnen niks anders zeggen. We doen ons best en dat blijven we doen. En we komen heel graag bij u terug volgend jaar. Maar voor die tijd hebben we... Nog van alles, hè? Ja, de Giro Italia hebben we nog. De Giro Olympics gaan we wat mee doen. Ja. De Vierdaagse komt eraan, 100ste Vierdaagse. Plus, u zult ons steeds meer zien weer in de dorpshuizen en alles waar overal wat te doen is. Als er iets te melden is, laat het ons weten via het telefoonnummer of via de mail. Ja. En inderdaad, de straat raakt leeg. We gaan afsluiten, Annie. Ik zou zeggen tegen iedere kijker, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. En blijf luisteren naar de radio, want we zijn er nog. Ook al, dat doen we ook, ja. 3 dagen carnavalsradio op WOFM. Bedankt voor het kijken. Dag allemaal.